grootste verwezenlijking van het afgelopen jaar was dat we opnieuw een aanbod hebben gebracht dat zeer gewaardeerd werd door heel veel Vlamingen. Daarnaast hebben we de toekomst voorbereid door een start-up op te zetten. En die start-up had tot doel om te kijken van hoe dat VRT in de online wereld ook maatschappelijk relevant kan zijn. VRT is een huis van sterke merken. Merken als Radio 2, Studio Brussel, 1, Canvas, Sporten. En met die merken trachten we telkens zeer sterke relaties op te bouwen met de specifieke doelgroepen. Elke ochtend krijgen we de waarderings- en de bereikcijfers. Die interpreteren we en met die interpretatie gaan we opnieuw aan de slag. Ons plan is een transformatieplan dat focust op processen binnen VRT. Hiervoor zorgen dat we ook in de toekomst relevant en succesvol blijven voor ons publiek.